eerste half uur hebben we 3 aanbeten gehad. Zo, we kunnen naar huis, jongens. Goedemorgen allemaal, welkom op het water. Ik ben Simon Torenbeek, productontwikkelaar bij Berkeley. Ik zit vandaag op de boot met Ruben Dekkers, een van onze pro's. En vandaag hebben we 4 nieuwe baits aan boord die we gaan uittesten. Namelijk de Berkeley Rattling Power Blade, ratelende blade bait. De Berkeley Pulse Realistic Goby. De Pulse Realistic Perch. En de Pulse Realistic Roach. 3 soorten softbaits, 1 soort hardbait. Allemaal met hun eigen karakteristieken. En elke krijgen ze vandaag 2 uur vistijd. En we gaan kijken welke van deze baits de meeste vis oplevert. Wat denk jij ervan? Ik ga mijn geld inzetten op de Rattling Power Blade. Die gaat volgens mij op het einde van de dag die vetbehandeling krijgen. Waarom? Het heeft veel geregend de laatste dagen, dus veel afwatering. Er zit wat stroming in het water. Het water is troebel, dus ik verwacht wel dat die snoekbazen wel echt agressief gaan hazen. Dat is precies wat die beet uitlokt. Dus daar zet ik mijn geld op in. Klinkt goed, klinkt goed. Ik hou zelf vooral van softbaits. Ik denk dat de Pulse Realistic Roach met zijn echt uitbundige flankende actie, dikke peddelstaart, de meeste aandacht zal trekken van de roofvis. Dus die zal, denk ik, de VIP-behandeling die we hebben bedacht voor de winnende aas gaan winnen vandaag. Dus, we gaan aan de slag. Kijken welke van de 4 baits de meeste vissen gaat vangen vandaag. Let's go! Eerste uur gaan we beginnen met de Pulse Realistic Roach. Waarvan ik denk dat we daar de meeste aanbeten op zullen gaan krijgen. We gaan om het uur wisselen. Dus elke bait krijgt 2 keer in een uur de vistijd. We zijn op de eerste stek. Een ondiepe plateau, net achter de planten. Gaan we kijken of we de vissen kunnen vinden. Dus laat het eerste uur beginnen. En dan gaan we nu de eerste worp doen. Hangen. Mooie vis. Hebbes. Dat is nummer 1. Punten voor de Pulse Realistic Roach. En we vangen ze echt heel ondiep nou. Ruben kreeg net één aanbeet, die miste die. Staartje eraf. Geen vis. Echt vlak langs de plantjes. We zitten volgens mij op 2,5 meter diepte te vissen, zoiets. En volgende worp hing deze bij mij eraan. Dus dat is super, hè? Dat is super. Goede start van de dag. En de eerste punten. Nee, daar had hij al. Oh, onder de boot. Ja, dat was een goede aanbeet. Vlak voor de boot. Nog steeds gewoon vlak tegen die plantenrand, 2,5 meter onder de boot. Knalharde aanbeet, vlak bij de boot. Dus de vis ligt er. Zijn er toch wel een paar aanbeten aan het missen. Ik kreeg net weer eentje die net zeg maar de shed pakt, maar net niet goed de haak pakt, waardoor ik gewoon de aanbeet mis. Dus ik zet er even een stingertje bij, in de hoop dat ik daardoor misschien iets meer punten voor de roach kan verzamelen. We zijn nu op de helft van de vistijd. We hebben nog ongeveer een half uurtje te gaan met de roach. Eerste half uur hebben we 3 aanbeten gehad, eentje gevangen. Dus ziet er op zich goed uit. Ziet er goed uit. Je ziet toch goed op de kop gepakt. Nou ja. Krijg je in ieder geval actie. Dat is mooi. Nou, laatste halve minuut voor de roach. Gaan we wisselen naar de Rattling Power Blade. Dat is dan mijn topfavoriet voor vandaag. Gezien de ondiepe visserij, vlak tegen de plantjes aan. Die beet leent zich ook echt voor die visserij. Dus daar verwachten we echt wel wat actie op. Dus we gaan snel even wisselen. Gelijk weer door. Gaan we weer een uur doorzetten met de Power Blade. Oh, kijk eens in. Zo. Hé, Luus. Waar is die? Zo, die kunnen we gaan zoeken direct. Oh, nice, nice man. Kijk eens aan, op de Rattling Power Blade.
toch weer een mooi, mooi formaat vis. Eerste punt voor de Redlink Powerblade. Ja, bleef even uit. Heel onverwacht. Daar had ik wel vrij snel actie verwacht, maar ja, komt hij dan toch? Ja. Ook weer precies op het randje langs de planten mogen vissen. Helemaal, ja, helemaal op het reet. Helemaal binnen. Achterin het keelgat. Toch op de favoriet, hè? Lekker, ja. Toch op de Redlink Powerblade. Zoals verwacht. Hele agressieve aanbeet, super hard erop. Het is gewoon wat dat aasje uitlokt, dus dat, ja, dat maakt zijn verwachtingen wel waar. Dus ja. Op naar de volgende. Dat is nummer 2 voor de Redlink Powerblade. Tot nog toe lijkt het erop dat de Redlink Powerblade gaat winnen vandaag en de VIP-behandeling kan verwachten. Kijk eens, is het mooi gehaakt voorin aan een velletje. Dus die krijgen we er zo uit. Voilà, gaat ie. Hopsa. Dingen zien er goed uit voor jouw favoriet. Ja, zoals verwacht. Nou, even kijken. Nou, dat is een uur, het eerste uur verstreken voor de Redlink Powerblade. 2 vissen erop gevangen en een aantal vissen gemist. Ja, behoorlijk dus, actie. Goed actie gehad. Dan gaan we weer switchen. Ik denk dat we nu overgaan op de Realistic Perch. Zo, we zijn aangekomen op de volgende stek. We zitten iets meer op de windkant, zeg maar, van het water. Dus we hebben iets meer te maken met golven en ja, uiteraard wind. Waardoor we waarschijnlijk weer iets andere omstandigheden hebben. Dus we gaan zien of we hier wat vissen kunnen vinden. En nu gaan we een uurtje inklokken met de Pulse Realistic Perch. Dat is de 11 centimeter op een 14 gram koppie. De Perch heeft een iets subtieler staartje dan de Roach, waardoor die een wat rustigere staartactie heeft. Iets minder dat flanker en iets meer staartactie. Kijken of de vissen dat ook lekker vinden. Uurtje op de klok en gaan met die banaan. Yes. Kijk eens. Een roofblauw op een baars. Mooi, hè? Mooi hoe het kan lopen. Ja, dat is gelijk na de... Na de inworp had het water amper geraakt en hij plukt hem zo uit het oppervlak waarschijnlijk. Mooi. Keiharde aanbijt. Het verklaart natuurlijk dat het erover blijft. Ja, zo. We hebben nog 20 minuten op de klok voor de Perch. Deze stek hebben we aardig uitgevist. Mooi roofblij opgeleverd voor Ruben. Maar nu gaan we nog even snel een andere stekkie uitproberen. We hebben nog 20 minuten op de klok voor die andere stek met de Perch. Let's go! Nog 5 minuutjes op de klok voor de Perch. Daarna gaan we switchen naar de Gobi. Ja. Tijd is om, hè? Ja. Ja, ze vissen gewoon door. Mag niet. Mag niet. Als we nu even vangen, telt hij niet. Binnenhalen. Binnenhalen. Choose your weapons. Pak degene waarmee je wil vissen. Nou, voor toch bij de Fire Tiger. Wat meer contrastvelle kleuren erin, troebelwater. Okay. Gewoon een kleurtje waar ik nu wel echt vertrouwen in heb. Dan ga ik met een salt and pepper kleurtje. Ook altijd wel goed voor het snoekbaarsen, ook bij troebelwater. Proberen. De timer loopt. We zijn er nog, het stroomt hier een beetje. We zitten hier eigenlijk net achter een randje die de stroming pakt. Er moet hier gewoon een vis liggen die net uit de stroming ligt. Maar ja, daar is die in ieder geval. Dat is mooi. Op naar de volgende. Nou, we liggen op een stek waar we zeker zijn dat de vis er ligt. We krijgen vooral op iets dieper water wat aanbeten die we niet kunnen verzilveren. Schakelen we gewoon even op een andere techniek, verticale. Leent de Gobi zich ook uitstekend toe. Hij heeft een iets breder profiel, klein staartje, dus ook met een hele lage snelheid heeft hij een heel mooie actie. Vissen op een iets zwaarder loodkopje. De diepte van 5-6 meter aan houden we langs het stroomnaadje. Kijken of we de vissen die er liggen toch over de streep kunnen trekken door iets trager aan te bieden met diezelfde Gobi. We hebben nog een half uurtje, proberen we even vol te vissen en om nog even een paar vissen te vangen. Om ook die Gobi richting de VIP-behandeling te krijgen natuurlijk. Ja, direct vis. We zijn echt 1 minuut aan het verticalen ofzo.
En direct vis. Kijk eens, joh. Hopla. Kijk, die heeft hem mooi gepakt. 1 minuutje bezig. En dit is vis nummer 2 voor de Gobi. Zo gaat hij goed. Wacht, we hebben nog minuutjes. Ik moet nog een keer doen. Nee, nooit meer. Zo, de eerste uur voor de Gobi zit er ook op. Dat betekent dat alle beets nu een uur hebben gezwommen. Nou gaan we eventjes lunchen en dan klokken we dadelijk een 2e uur in voor elke beet. Wat is nu de tussenstand? Kijk, maar 1. Oké, opnieuw. begonnen met de roach. Ving je er eentje op. Dan kwam de powerblade. Vingen we 2 mooie vissen op. Ja. Dan kwam de perch aan de beurt. Eén roofblij. Dus 1 punt. Ja. We sloten af met de Gobi. Gelijk 2 snoekbazen. Leek erop of dat hij de koppelsissie ging nemen, maar het viel even stil. Ja. Geen aanbeter meer. Dus we hebben een gelijke stand aan kop. Het moet beslist worden in de middag. De VIP zal geselecteerd moeten worden. Ja. We hebben in dit uur met de roach gevist en een aantal verschillende plekken uitgeprobeerd. En dat is eigenlijk ook waar de roach zich heel erg voor leent. Hè? Het uitproberen in het zoeken van stekken, het coveren van water, zeg maar. Hè? Helaas zonder resultaat. Dus de eindstand van de roach is nog steeds 1 vis. Eentje, de allereerste. De allereerste. En nou wisselen we weer naar de powerblade. Ik denk dat we even terugvaren naar de plek waar we vanochtend alweer goed beet kregen direct. Dan kijken of ze nog liggen. Start van de volgende ronde. Weer een uurtje Redland Powerbait. Start van de volgende ronde. Weer een uurtje met Berkeley. Nou, start van de volgende ronde. Nog eens een uurtje met Redland Powerblade. Even een nieuwe stek aanvissen. Terug wat we vanmorgen best wel wat actie hebben gehad. Dus hopelijk kunnen we terug wat puntjes scoren. Hij staat momenteel aan gedeelde lading. Dus als er 1 puntje bij komt, dan is die mogelijk de VIP vanavond. Weer een uur verstreken. Alleen een paar missers. Niks bleef hangen. Nee, dat telt niet. De Rattling Powerblade heeft ook als eindstand 2 vissen. Dus nou gaan we nog een keertje een uurtje met de perch aan de slag. Ja. Die staat nu op 1 vis. Dus mochten we er daar eentje op vangen, dan konden we nog wel eens een heel leuk gelijkspel krijgen. Dat wordt spannend. We gaan het zien. Hangen. Oh, lekker. Na een goede 2 uur zonder vis aan de lijn. Voelt het toch wel even lekker. Hier komt vis nummer 2 aan voor de perch. Oh, dat voelt goed zeg. Ja, hè? De Pulse Realistic Perch in een soort snoekbaars kleurtje. Die levert toch een mooie snoek op. Kijk eens, die hadden we nog niet vandaag. Soort nummer 3. Snoekbaars, roofblij en een mooie snoek. Ik ben er blij mee. Dat ging wel heel snel. Dat was het uur voor de perch. Betekent dat nou de Rattling Powerblade, de perch en de Gobi, alle 3 op 2 stuk staan. Maar de Gobi heeft nog een uurtje te zwemmen, dus eigenlijk de enige nog met kans op winst is de Gobi. Ik kan de winning goal scoren. Kijk. Oh, dat is serieus.
Lekker man. Dit is een mooie vis. Ja, dat is echt een goede snoepbak. Nou, heel mooi. We zaten net samen even op de dieptemeter te kijken. Er lagen een paar vissen bij elkaar strak tegen de bodem aan. Ik denk, ik laat die Gobi heel eventjes een huppeltje maken boven de bodem. En echt tientallen later klapt hij er heel hard op. Hele mooie vis. Echt, ja, zit rond de 70 centimeter aan. Super sterk. Ik denk een waardige winnaarsvis voor de Gobi. Dat kunnen we wel stellen. Oké, okay, dat was hem. En we hebben een winnaar. Met die laatste mooie snoepbaars heeft de Gobi vandaag de meeste vis opgeleverd. En volgens mij ook de mooiste, hè? Ja, die was zeker de mooiste. Zeker de mooiste van de dag. Hele mooie afslater. Tijd om op te ruimen, naar huis. En dan verdient de Gobi zijn VIP-behandeling.